Kunt u iets zeggen over uw visie met betrekking tot die biodiversiteitsstrategie? Er wordt gesproken over het realiseren van 30% beschermd natuurgebied op zee, zonder dat daar enige impact assessment aan ten grondslag ligt. Bent u het met me eens dat het nu eigenlijk te vroeg is om ons vast te leggen op dit percentage van 30% en dat we eerst maar eens moeten kijken wat er uit zo'n impact assessment komt? Van duurzame gebruik van alle visserijbestanden, dat hebben we nog niet. En een actieplan kan daarbij helpen. Milieuvriendelijkheid helpt daarbij. Bescherming van 30% van de EU-zeeën en een no-take zone van 10%. Daar moet nog over worden onderhandeld. Wij zijn het raadsvoorzitterschap. Wij moeten een eerlijke makelaar zijn. En in die mate moet dus ook worden uitgezocht in hoeverre deze doelstellingen haalbaar zijn.